Jeroen Tesselaar van Kilmarnock, zomaar even terug in Nederland? Ja, ik vier normaal gesproken altijd mijn vakantie in Nederland. 5-6 weken en dan gaan we zien waar we aan de bak gaan. Ja, je zegt het al zelf, je contract loopt af bij Kilmarnock. Heb je al nieuwe opties lopen? Nou, ze hebben me een nieuw contract aangeboden. In ieder geval mondeling. We gaan even kijken wat het wordt. En ja, kijk, misschien komt er nog iets anders leuks op pad. Ja, want je was nog niet tevreden over de eerste voorstel van je club? Ik heb de eerste voorstel nog niet eens gezien. Nee, het komt dan wel, hoeft allemaal niet zoveel haast. De voorbereiding begint pas eind juni, dus... Maar voel je op je plek in Schotland? Ja, ik heb 3 jaar erg naar mijn zin gehad daar, dus... Een extra jaar of twee zou niet verkeerd zijn? Nee hoor, helemaal niet. Nee, want een terugkeer naar Nederland, zit dat er al een beetje in? Als er een leuke club komt, dan sta ik er zeker voor open. Ja, dus het is niet vanzelfsprekend dat je bij Kilmarnock blijft? Nee hoor, in principe alles, alle opties staan open en mij maakt echt niet uit. Elk nieuwe club is een nieuw avontuur. En nu vandaag in Wognum, in je geboortedorp, ook leuk om terug te zijn en zo'n clinic te geven? Ja, dat is het mooiste dorp van Nederland. Ja, wat wordt er van jou verwacht hier vandaag? Geen idee. Ik ken Gideon dan, dus ik zeg, kom even langs. Hey, die wil je meedoen, natuurlijk. Ja, natuurlijk een voorbeeldfunctie voor de jongens hier in Wognum. Er zijn wel aardig wat jongens die me hier kennen of die ik ooit een keer training heb gegeven. Dus,